Misschien is dit wel een soort sleutel. Maar waar stoppen we die in? Osmo, Gustav, wacht even. Gaan ze nu met z'n tweeën op avontuur? Zonder mij? Hoe moeten we sturen? Ik heb al een idee. Hey! Welkom aan boord. Waarom zitten jullie op een rendierwagen? En dat zonder mij? We bezorgen een pakketje voor meneer Kiespijn, zodat we feest... Sorry, dat is geheime informatie. Niet boos worden, Rita. Dat word ik niet. Ik ben zo rustig en relaxed als mijn diplomaballon. Waar zijn de teugels? Niet nodig, want ik heb een heel nieuw stuursysteem bedacht. Oké. Oeps. Luister, ik heb geleerd hoe je rendieren moet sturen. Ik kan helpen. Oh, fijn. Als je zegt wat jullie van plan zijn... Niks van. Dan niet. Jij praat niet, dan stuur ik niet. Maar dit rendier heeft de terugweg toch wel gevonden, dus... Zeg me hoe ik moet sturen! Zeg me wat jullie gingen doen! Dat nooit! Waarom knijp je in je ballon alsof het een stressbal is? Zeg het! Nee! Ze zijn mooi, hè? Ja, maar dit is wel zo'n bos waar het vol zit met... Nou, geweldig. Ik word straks opgegeten door een wolverine en nog altijd weet ik niet wat jullie gingen doen. Alsof dat nu nog wat uitmaakt. Vertel het me. Oké, vooruit. We namen deze couriersbaan om kroonmunten te sparen, om geld bij elkaar te sprokkelen voor een groot verrassingsfeest omdat jij je diploma hebt. Ben je nu blij? Een feest voor mij? Dat is zo lief van je!